Ik denk dat ik heel goed alleen kan zijn. Maar ik ben wel snel eenzaam. Ik wandel ook gewoon heel graag alleen. Ik denk dat ik goed kan rekening houden met andere mensen, maar het is veel gemakkelijker om het alleen te doen. Ik ga ook heel graag alleen op vakantie. Ik vind dat iets heel rustgevend, niks plannen en gewoon vertrekken. Maar ik ben ook wel echt heel graag omringd met mijn vrienden. Ik ben gewoon heel graag creatief bezig en ik denk dat je dat dan sowieso niet kunt loslaten. Er zijn momenten dat ik aan mijn maquette moest werken en dat ik zoiets had van, ah nee, ik wil een collage maken. Ja, school is voor mij echt een meerwaarde geworden, omdat ik nu het gevoel heb dat ik mijn creativiteit beter kan uiten dan toen ik in het middelbaar zat, omdat ik mij heel beklemd voelde. Daarvoor voor het concept dat ik heb had uitgewerkt, door het camera obscura. Ik denk, doordat ik fotografie heb gedaan, is dat iets waar ik altijd naar terug ga. Heb ik dat zelf ook gemaakt, een camera obscura? Dat is eigenlijk heel makkelijk. Het moeilijke natuurlijk bij een conceptuele of een conceptuelere aanpak is, ja, hoe visualiseer je dat? Hè? Heb je een soort technische benadering of een vormelijke benadering, dus een plan en een tekening, terwijl nu moet je een idee gaan visualiseren. Ik denk dat doordat ik mij in Antwerpen altijd bekeken voelde, ben ik echt op zoek gegaan naar dingen die dat mij zelf zeker maakten en die dat mij beter lieten voelen. En ik denk dat zo de manier waarop dat ik mij kleed en de manier waarop dat ik mijn haar doe en weet ik veel wat, dat zijn dingen die voor mij belangrijk zijn om die zelfzekerheid uit te stralen. Er is nog één stuk brood. Ella is naast me komen zitten en ik was echt van, oh my god, ze is uit cool, ze komt naast me zitten. What the fuck? Ja, maar ik had wel vanaf het begin heel veel oogcontact met jou. Nee. We zagen elkaar. En ik vond je dus helemaal niet intimiderend. Ja.